Joren, dit was een technisch heel leuke match om naar te kijken als supporter. Dit was heel lang een heel leuke match, maar op het einde sloeg het heel hard tegen. Ja, inderdaad. Hè. Het is een detail geweest gezien over de hele wedstrijd, maar het is wel een cruciaal detail geweest, denk ik. Hè. Maar op zich is er nog geen man overboord. En ik vond inderdaad ook dat we degelijk of goed aan de wedstrijd beginnen. Het spel controleerden, ook zeker tot kansen kwamen. Maar dan had ik wel het gevoel dat we in de laatste 10, 15 minuten dat er toch wel ruimte kwam op het middenveld voor hun. En daar kunnen ze zeker van profiteren, want ze zijn absoluut heel goede voetballers. Maar in principe kan je de goal ook niet echt een kans voor hun noemen. Hè. Het is gewoon een pijnlijk moment voor onze keeper. Maar ja, aan de andere kant kunnen we absoluut niks verwijten. Want 2 minuten ervoor haalt hij nog 2 doelpunten eruit en heeft voor ons dit seizoen al zoveel punten gepakt. En dan gaat er nog pakken voor ons dit seizoen. Hij wint veel punten voor ons. Jammer voor dit foutje. Maar wat kunnen we van deze wedstrijd leren voor de volgende wedstrijden? Ik heb eigenlijk vooral onthouden dat wij de wedstrijd controleerden. En dat wij een voetballend heel goede ploeg als Lierse ook kunnen wegdrukken. En dat wij ook onze kansen kunnen creëren tegen zulke ploegen. Tegen een Lierse dat eigenlijk wel heel defensief is komen spelen. Atypisch Lierse, want ik denk dat zij altijd aanvallend voetbal willen brengen. Maar dat hebben ze vandaag niet gedaan. Absoluut geen verwijt natuurlijk, want dat snap ik wel. Maar zelfs op die manier kunnen wij ook kansen creëren en het betere van het spel hebben. Ja, en dan komt het op de details aan die de wedstrijd beslissen. En ik denk dat we vandaag vooral pech hebben gehad dat het in ons nadeel beslecht werd. En denk je dat die pech kan omkeren in de volgende wedstrijden? Denk je dat we klaar zijn voor de volgende wedstrijden om het echt wel te kunnen doen? Ja, absoluut. Ik denk als wij spelen zoals vandaag, tegen een hele goede tegenstander vandaag. Maar als we zo de rest van de wedstrijden ook kunnen spelen, dan ben ik er zeker van dat we al die wedstrijden dat er nog resten kunnen winnen. En in principe hebben we het geluk ook al aan onze zijde gehad dit seizoen, dus er is geen reden dat niet meer zou kunnen. Dus ik ben er nog wel gerust op dat we dit nog kunnen afmaken. Zit er nog zo'n goaltje in zoals op Eupen? Dat zit er nog in. Dat bewaar ik voor de speciale momenten. Ik hoop het voor jou. Goeie bal, joh.